Wanneer gaan ze hier die lift laten nazien? Elke keer als ik naar beneden kom, dan blokkeert haar scharminkel. Dat is levensgevaarlijk. Kun je daar niks aan doen, Adolfke? Door hier en daar een wijsje bij te draaien of zo? Maar Marlijneke, ik zeg, ik moet een leefboei. Geen mechanieker zullen. Er zou dringend iets aan moeten gedaan worden. Ik vind dat vreselijk ambetant. Ik ben bang dat er op een keer iemand die toevallig op de lift staat te wachten, onder mij rokkenhoort. Oh, maar wat dat eronder zit, dat mag gezien worden, Marlijneke. Ja, maar niet door iedereen. Maar ik mag er wel eens onder bloeden, zeker. Nee, Adolfke, jij ook niet. Maar ik weet dat je geen oude snoepen bent. Je zijn lieverd. Als ik wist dat die harten tegenkomt, dan zou ik weer vastpakken. Ja, maar dat kan ik tegen, Marlijneke. Zeg ik wel oud, maar nog niet versleten, hè? Ik zou toch wel een dag eerst een doktersattestje voorleggen. Wilt u zich alstublieft fatsoenlijk gedragen, juffrouw Marlijneke? U mag dan het geluk hebben hier als jobstudenten in een hotel met wereldfaam te mogen werken. Maar dat verlangt van u wel een correct gedrag. Een hotel met wereldfaam. Van voor de oorlog van 1418 misschien, ja, maar nu toch niet meer. Hotel Im Weissen Nudel is nog altijd een eerste klas hotel met allure. Kom, Dorothee, dat geloof je toch zeker zelf niet? Kijk dus rond. De muren dat zakken door de knieën. De tapijten zijn afgeleefd. En het meubilair trekt krom van de reumatiek. En toch heeft dit hotel allure. Met een lift die part-time werkt. En een receptioniste die fulltime zuur ziet. Het is niet aan u om mij te bekritiseren, jonge dame. Als hier iemand bekritiseerd moet worden, zijt gij dat. Doe ik mijn job niet goed misschien. Uw frivol gedrag hoort hier niet thuis. U zou zich deftiger moeten gedragen. Zo deftig als gij zeker. Maar mens toch, dat raak ik nooit aan mijn lief. Oh, is dat de reden waarom je hier komt werken? Misschien. Ik lig er niet van wakker. Maar moest ik hier toevallig een rijke tegenkomen? Dat was dan meegepakt, hè, Dorothee? Mannen met de schoonste bankrekening hebben dikwijls het lelijkste karakter. Dat weet ik. Maar moest ik hier toevallig een rijke tegenkomen, die dan toevallig ook nog lief en charmant is? Zoals meneer directeur bijvoorbeeld. Waag het niet meneer Max te verleiden. Die wil gat. Blijf met uw flirterig gedoe uit zijn buurt. Als je voor meneer Max iets te veel met uw kontje draait, zorg ik er persoonlijk voor dat geen aanraking komt met de Zwitserse politie. Oh, zit het zo? Meneer Max is voorbehouden. Meneer Max is niet voorbehouden. Meneer Max is weduwnaar en mag doen en laten wat hij wil. Ja, behalve op mij verliefd worden. Meneer Max zal nooit verliefd op u worden. Zet dat maar uit uw hoofd. Wedden? Dat zou de meest verdorven weddenschap zijn die ik ooit in mijn leven zou kunnen afsluiten. Maar, om u te bewijzen dat je niet zomaar menselijke gevoelens kunt manipuleren, en zeker die van meneer Max niet, neem ik uw uitdaging aan. Maar kom niet klagen als uw leven hier in hel wordt. Klagen? Dat staat in mijn woordenboek. Als ik kwaad word, maar uit uw woordenboek schrapt. We hebben geen spelregels afgesproken. Alle middelen zijn toegelaten. Alle middelen. Afgesproken. Afgesproken. Iodala hitti, iodala hoetto. Begot, hier val ik met mijn hart in de pomp. Die werkt met al schoonvrouw volk. Die rechtse daar, dat ziet er mijn gerief uit. Guten Tag, meine Dame. Haben Sie ein Zimmer frei? De directie en het personeel van dit hotel spreken Nederlands, meneer. Oh, pardon, dat wist ik niet. We hebben nog een mooie eenpersoonskamer vrij. U vindt hier alle comfort. En als ge gerief zoekt, het zou kunnen dat dat uw bed komt opdekken. Is het niet waar, Marlijnke? Het is u misschien nog niet opgevallen, meneer, maar dit is een eerste klas hotel met allure en het personeel gedraagt zich hier deftig. Maar U kunt misschien eens informeren naar wat juffrouw Dorothee met haar vrije tijd aanvangt. Zij slaapt alleszins niet bij de directeur vannacht. Maar u blijft in het ook nog niet. Ah, hier zou ik directeur willen zijn. De matressen staan hier in ploegenbehoud. Uit uw reacties meen ik te mogen opmaken, meneer, dat u beter in hotel Casablanca zou logeren. Dat is een paar straten verderop en daar zijn zogezegde gezelschapsdames voorradig. Ja, dat weet ik. Maar daar is geen plaats meer. De hele bus logeerde. Er was toevallig net één plek tekort. Ze hebben me naar hier gestuurd. Het is hier wel wat duurder, zeiden ze, maar hier is altijd plaats. We hebben nog één eenpersoonskamer vrij. Aan de achterkant van het gebouw. Naast de bar, naast de toiletten, boven de wc. En het... Ach, naast de bar, zonder balkon, zonder badkamer en zonder wc. Als meneer daar genoegen meeneemt. En een prijs zonder korting voor kroosrijke gezinnen, zeker? De prijs is in overeenstemming met onze luxe en comfort. 200 Zwitserse franken per nacht. Ontbijt inbegrepen. 200 Zwitserse franken, dat is wel. Ja, dat is 275 gulden per nacht, meneer. Daarvoor logeert u in een gerenommeerd Zwitsers hotel wat meer dan 100 jaar bestaat. Met intact gehouden antiquiteiten. Hier zie, schrijf me maar in. De kast die betaalt ook. Blijven de deuren van het hotel s'nachts los? Nee, die gaan allemaal dicht. Maar personen die wensen uit te gaan, die krijgen de sleutel mee. Ik mag nog wel repeteren op mijn kamer, nietwaar? Met dat ding. Als u zachtjes kunt repeteren. Zachtjes, juffrouw. En dan gaan we als een bombardon horen spelen. Nee, nog nooit zo lang. Is het echt noodzakelijk, meneer... Zeg maar, Louis. Is het echt noodzakelijk, meneer Louis, dat gereporteerd? Kunt ge dat nergens anders doen? Het is maar voor eventjes. Vanavond reden we al. Komt ge niet kijken? We doen mee aan dat groot internationaal Oberbayern Festival. Volgens onze voorzitter maken we veel kans om te winnen. In België hebben we al meer dan 20 bekers gewonnen. Daar zijn we beroemd. En het berucht. Die roestige kanarieveugelmuzikanten van Geel. Nooit van gehoord? Ik hou niet van dat overwaaien gedoe, meneer. Wilt u dit tekenen alstublieft? Hier is uw sleutel. U logeert op de tweede verdieping. Adolf? Adolf! Adolf! De bagage van meneer. Is dat een leefboy? Ja, meneer. Die ziet er zo antiek uit als meubilair hier. Doe de licht maar komen, bompa. Zal ik mijn valiezen zelf wel dragen? Die lift is ook een stuk antiek, zeker? Oud, meneer, maar niet verslepen. Kom wel maken, doe de deuren eens verder open. Die valies van meneer, die weegt niet zo zwaar. Wat is het wel maken? Is te zwaar? Met mij erbij is te zwaar, meneer. Ik zal eruit moeten. Hij zal de doven wel vinden, zeker, hè? Ik heb het nog gezegd tegen meneer Max. Een occasielift kopen is verkeerd. En zeker een van het Hilton. Die doet niets weg voordat het op de draad versleten is. Ik zou toch eens met meneer Max moeten praten over het aanschaffen van een nieuwe lift. Aan mijn lift mankeert niks. Die werkt nog perfect. Alleen... Ze heeft af en toe eens kuren. Ze? Een lift is mannelijk. De mijne niet. Het is een meisje. En het is daarom dat ze kuren heeft. Ze heeft geen kuren. Ze is versleten. Ze is niet versleten. Ze is nog maar 49 jaar oud. Meneer Max, die had geen schonere occasie kunnen kopen. En daarbij, je hebt er mij nog gratis bij gekregen. Dat is ook geen cadeau om over huis te schrijven. Wel maar, meisje. Wij zullen wat minder plezier moeten maken. En zullen wat minder fratsen uit moeten halen. Of wij worden wij afgedankt. Dan moet ik met pensioen. En van nou maken ze schroot. En ik had nog zo graag, oh, oude jubileum gevierd. Dat is volgende maand. Weet je dat? Zee. Zo zie ik er nou liefst in mijn meisje. Zo vinnig. En zo vol vuur. Ja, we doen door tot we erbij neervallen. Dan moet ik wel naar het bejaardenhuis. En jij bent nou ijzer, maar dat ze me geen spijt gaat hebben van ons leven. Ja, we doen voort. We amuseren ons tot de laatste snik. En dat hij meneer Max niet ambeteert, kan er niemand zeggen dat hij kuren heeft. Ik zou aan meneer Max nog eens iets willen vragen. Voor een oude jubileum. Een verrassing. En dat hij onmordeftig blijft gedragen, dan kan er niks gebeuren. Dan kan die Dorothee klagen zoveel als ze wilt. En wij maken met die mini-roks gezien. Wilden ze een paar centimetertjes ogen stoppen. Een paar centimetertjes ogen. Ja, ja, goed zo. Rust nou maar een beetje uit. Als we je nodig hebben, zullen wij wel bellen. Die Wilma toch. Zonder haar was ik al lang met pensioen. Maar wat ik dan? Een zoutloze zee van tijd. Een beetje bekijken in de krant. De televisie wat volgen. Als ik getrouwd was, ja. Als ik getrouwd was. Ja, dan ging ik op pensioen. Dan had ik tenminste nog wel om handen. Ja. Goedemorgen, Adolf. Goedemorgen, meneer Max. Maar ik wil je iets vragen, meneer Max. Ja, Adolf, maar geen geld. Volgende maand bestaat mijn lift 50 jaar. Zou het niet mogelijk zijn om een paar nieuwe handvaten voor mijn lift te krijgen? Liefst gouden handvaten. Het is voor de gouden jubileum, nietwaar? Maar Adolf, gouden handvaten aan een versleten lift. Mijn lift is niet versleten. Het is alleen maar oud. Verhulde handvaten dan. Ach Adolf, ik wou dat ik alles kon geven wat mijn personeel vraagt, maar het is crisis, jongen. Het is crisis. Goedemorgen, meneer Max. Momenteel zijn er 2 eenpersoonskamers verhuurd. En de luxe suite is gereserveerd voor de Spaanse baronessa Nana Dolores nog wel. Het is zeker 10 jaar geleden dat ze hier logeerde. Zou ze nog zo sexy zijn als toen? Dorothee gedraagt een fatsoenlijke kop. Ben ik dan zo niet fatsoenlijk? Dan wordt het tijd dat je ze op Marlijnke let. Die jobstudenten doet niets anders dan met haar kont waggelen en mannelijke hormonen op stang jagen. Mijn hormonen en mijn stang hebben dat nogthans nog niet onderwonnen. Goeiedag, goeiedag, goeiedag. 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 Wie was dat? Dat is een zekere meneer Jacques. Hij logeert hier sinds gisteren. Dat ziet er een raar individu uit. Ach nee, meneer Jacques is een stille verlegen vertegenwoordiger. Een stille verlegen vertegenwoordiger? Dan mag wel in de Guinness Book of Records. Die eerste stille verlegen vertegenwoordiger moet ik nog tegenkomen. Volgens mij is meneer Jacques er nu nog 50. Hoe kunt gij dat weten? Toen ik vanmorgen de lakens van zijn bad ging verschonen, heeft hij me de hele tijd van top tot teen staan bekijken. Hij loerde maar. Hey, dat voelde heel onbekend aan. En zoveel speciaals om na te kijken heb ik toch ook niet, hè, meneer Max? Oh, je mag toch gezien worden hoor, Marlijneke? Vindt je dat? Je hebt toch schone, slanke benen? Een sierlijke gang. En uw proporties zijn goed. En gij zijt lief en vriendelijk. Moest de kamer van de baronessa deze voormiddag al in orde zijn, meneer Max? Ja, ik geloof het wel, ja. Is de suite al in orde, Marlijneke? De suite? Hebben wij dat? Die kunt ge vinden op de tweede verdieping aan het einde van de gang, de laatste deur rechts. Moet Marlijneke die nu maar in orde maken, meneer Max? Ja, die moet nu klaargemaakt worden. En Marlijneke, heb er een fles champagne in de barkast. En moest je ondervinden dat een van de gasten u lastig valt, dan moet je dat direct bij mij komen rapporteren. Ik zou niet willen dat u iets overkomt. Speciale instructies, meneer Max? Ja. Ik heb gisteren de inkomsten en de uitgaven nog eens bekeken en ben tot de vaststelling gekomen dat het financieel met Hotel Im Weissen Nudel niet zo best gesteld is. De crisis is al wel langer bezig, maar we zullen een besparingsplan ook moeten stellen. Mag ik een paar suggesties nog? Ja, welke? Ten eerste de lift. Ik heb u er al eerder op gewezen dat die lift totaal versleten is. Wel oud, ja. Maar niet versleten. Maar zo als er de laatste tijd hapert, loopt het de spuigaten uit. Ik heb daar nogthans nog niet van ondervonden. En toch zijn er heel wat gasten die de hinder veranderd werden. Trouwens, zonder lift kunt u op elektriciteit besparen. En op de voedingskosten. Adolf moet daar wel niet betaald worden, maar hij krijgt nog altijd kosten in wel. Ik geef er anders alleen de afval op. Ik zal er eens over nadenken, ik heb genoeg voorstellen. Je zou het Marlijne kunnen afbouwen. Marlijne? Maar wie gaat er in het hoogseizoen de kamers en de bedden onderhouden? Is er nog wel een hoogseizoen, meneer Max? Er zijn steeds minder boekingen dan vroeger. En als het toevallig druk wordt, dan kan ik dat er toch nog bij doen. Je weet toch dat ik alles voor u zou doen. Alles. Dat weet ik, Dorothee, dat weet ik. Ge zijt een schat. Een onmisbare schat. Kom, ik heb op mijn bureau nog een paar besparingsvoorstellen klaar liggen, die zullen we eens bespreken. Wil maken. Daar hij nog wat wil pesten, zal dit vervolg moeten doorpesten. De kans zit erin, he, dat we nu houden jubileum niet meer aan. Aan mij zal het niet liggen, hè. Op slot van rekening, et een directeur, hier houdt nog het laatste woord. Het ziet er hier proper uit. Ik had alleen wat meer luxe verwacht. Kom maar verder, madame. Kom maar verder. Is hier het geld dan wel niet? Het is een heel goed hotel. Goed van de kost. Prima service. Maar ja, en mensen is tenslotte niet geboren om in een luxe hotel te logeren, nietwaar? Dat is een goeie. Die kende ik nog niet. Van uw eigen? Maar nee, die is van Socrates. Socrates? Familie van u? Nee, Socrates was een Griekse filosoof. Een Griek? Verstaat jij dan Grieks? Maar nee, ik ben van België. En zoals je weet, spreken de meeste Belgen graag vreemde talen. Allee hij? Ja, de Vlamingen spreken graag Frans, Nederlands, Duits, Engels. En de Waal? Frans. Nou, Lot, ga je er nog gauw inschrijven. Nou, hè, had ik je nog veel leuk beleven. Nou, daar maar op dat belletje zijn. Dan zal de receptioniste wel komen. Goedemiddag. Ik zou graag een kamer willen met badkamer en balkon. Mijn naam is Melanie Matthijs. Juffrouw Melanie Matthijs. Eens kijken. Ja, toevallig hebben we nog een eenpersoonskamer vrij, mevrouw. Zou je alsjeblieft juffrouw willen zeggen? Mevrouw, dat klinkt zo oud. En u bent niet oud? Oh nee, ik ben vandaag nog altijd een dag jonger dan morgen. Mag ik uw paspoort, mejuffrouw? Dan zal ik tegen straks uw papieren in orde maken. Inmiddels kunt u zich al installeren. U logeert op de eerste verdieping en dit is de sleutel van uw kamer. Adolf, de bagage van de juffrouw. Dat gaat je tijd voor Limboyo spelen. Dat doet voor mij plezier, juffrouw. Nu ik al wat ouder word, wil ik geen tijd aan mijn leven toevoegen. Maar leven aan mijn tijd. Oh, dat is een goeie, die kende ik nog niet. Daar was uw Griekse vriend misschien nog wat te jong voor. Ik had precies toch een ander hotel moeten uitkiezen. Op de foto's van de brochure ziet dit hotel er veel chiquer uit. Nu weet ik ook wel dat ik zijn foto's met korreltjes zout moet nemen, maar hier heb ik wel een kilo zout nodig. Staat jij altijd zo uit? Nee, alleen maar als het recht blokkeert. Je hebt toch niet te veel gezien, hoop ik? Wat ik gezien heb, zou toch moeten gecensureerd worden met een wit vierkantje. Ik kan geen wit vierkantje gezien hebben. Ik draag alleen maar witte driehoekjes. Ah. En wat draagt jij nog zo aan? Zou je dat wel willen weten? Ik zou u best wel beter willen leren kennen, ja. Ik ben Marlijnke. Maar ik heb niet de gewoonte om me door de eerste de beste Don Juan te laten inpalmen. Maar ik ben de eerste de beste Don Juan niet. Ik ben Mario van de Moortele. Zegt die naam u niets? Van de Moortele? Van de Moortele. Die van de Moortele, van de mayonaise. Ja, dat is mijn vader. Ik begin al een beetje meer vertrouwen in u te krijgen. Als je vanavond met mij uitgaat, dan kun je me nog beter leren kennen. Ik weet niet of ik vanavond tijd zou kunnen vrijmaken. Het hangt er vanaf hoe lang de bespreking met meneer de directeur gaat duren. Meneer de directeur heeft zojuist voor vanavond alle besprekingen afgelast, juffrouw Marlijnke. U bent dus vrij vanaf 6 uur. Is de luxe suite al in orde? Ja, die is in orde. En de strijk is die al gedaan. En de wc's van de bar moeten nog gedesinfecteerd worden. Ik ben al weg, juffrouw Dorothee. Ik ben al weg. Kan ik u helpen, meneer? Ja. Ik had graag een tweepersoonskamer met bad en balkon. Een tweepersoonskamer? Bent u dan niet alleen? Voorlopig nog wel, maar ik hoop dat dat niet te lang gaat duren. Een plaats voorbehouden voor juffrouw Marlijnke zou ik u ten stelligste willen afraden. Maar ik had mijn gedacht niet op Marlijnke gezet. Ik had op u gedacht. Dorothee. Ben ik niet een beetje te oud voor u? Ik ben archeoloog. Hoe ouder de vrouwen worden, hoe interessanter. Kan ik om te beginnen misschien eerst een kamer boeken, meneer? Ja, schrijf hem maar in als Mario Matthijs. Mag ik uw paspoort, meneer Maartens? Nee, want ik heet niet Mario Maartens. Ik reis incognito. Heet... Oh, nee? Hoe dan wel? Ik heet Mario Heineken. Capito? Mario Heineken? Heineken? Van de Heineken? Dat was vader. Ja, oh, maar dan begrijp ik het wel. Mario Maartens. Heeft iemand nu ooit al eens gezegd dat je mooie blote oren, Dorothee? Dat is de eerste keer. En nu oren. Oh, Dorothee, wat heb jij mooie oren. Dat zijn de meest zuivere Griekse oorschappen die ik ooit van mijn leven gezien heb. Wat je nu zegt? Die zijn even zuiver als dit, als uw neus. Ideaal, zoals ze beschreven staan in de Griekse mythologie. Gebaat me verlegen. En uw mond. Oh, Dorothee, wat heb jij mooie grote mond. Dat is om u beter te kunnen opeten. Allee, madameke. Ziet je niet dat die gasten nu hun doekjes aan het doen is met de versie van Roodkapje? Dus heeft je wel dat je met andere mans zaken bemoeit? Ik kan er niet tegen dat de gevoelens van een vrouw gemanipuleerd worden. Ik reageer als ik gewaar word dat een vrouw misbruikt wordt. Ik ben lid van de feministische partij. Wel, wel, wel. Een dolle mina? Ik wist niet dat die nog bestonden. En dat die er zo knap uitzagen. En dat die er zo knap uitzag. Een vrouw is geen Barbie-poppel, manneke. Daar is meer op en aan dan die gadgets waar jij zo graag mee speelt. Hoe weet jij dat ik daar zo graag mee speel? Dat was onder andere zeer duidelijk toen ik hoorde hoe u die vrouw misbruikte. Maar ik misbruikte die vrouw niet. Ik was bezig verliefd op haar te worden. Je wacht aan het proberen om haar in uw bed te krijgen, ventje. Oh, luister, Bas, in je eigen buik. De pauw zit je al tegen, maar als je zo bezig blijft, dan gaat je mij ook nog tegenkrijgen. En had jij ooit in mijn bed gelegen, dan zou je weten dat dat een strafdreigement is. Nee, zo goed kunt je niet zijn. Je zou toch kunnen verschieten. Was maar 2 persoonskamer op de eerste of op de tweede? Op de tweede verdieping. Hier is uw sleutel. Alsjeblieft, meneer Heijn. Ik heb een 2 persoonskamer op de tweede verdieping. Dat kan, juffrouw. Met of zonder balkon? Met balkon. Ik vind het heerlijk om 's morgens vroeg op te staan en te genieten van het ontwaken van de natuur. Ik ben een vervent groene jongen, ziet je. Een groene jongen? Ja. Ik ben lid van 7 natuurverenigingen en van Greenpeace. Oh, ik ben ook steunend lid van Greenpeace. Dat al. Ik ben actief lid. Als er een fabriek bezet moet worden, of een schip gekaapt moet worden, of een project geboycott moet worden, ben ik er altijd bij. Ik vind dat wij ons tegen iedere aanslag op de natuur moeten vermannen. Daar heeft u groot gelijk in. Mag ik uw paspoort? Oh. En tegen de mannen? Daar moeten we ons ook tegen zetten. Eeuwen en eeuwen gaan de vrouwen ook gebukt onder de heerschappij van mannen. Al sinds het begin van de mensheid roepen de mannen zich uit tot het sterke geslacht. En dat, terwijl de wetenschap al lang bewezen heeft dat de vrouw het sterke geslacht is. Overal worden we gediscrimineerd. Op de sterren, in de politiek, zelfs in de kerk. Ik ben er zeker van, als de mannen zwanger konden worden, dan was abortus een sacrament. U houdt de bewonderenswaardige principes op na, juffrouw van der Groen. Zeg maar, Yolanda. Alsjeblieft, Yolanda, hier is de sleutel van uw kamer. Ik heb uw kamer nummer 15 gegeven. Met balkon en badkamer. Dank u wel. En als ik u nog een goede raad mag geven? Pas op voor die vlierenfluiter van daarnet. Als hij te ver mocht gaan, mag ik er altijd mijn hulp weer roepen. Ik heb een zwarte karateband. Ha, ha, ha! Dan moet ik daar nu zo instappen. Dat kan voor u toch geen probleem zijn? Is hier geen trap? Langs daar naar buiten. Eerst de deur rechts. Ha, ha! Ha! We krijgen de soorten nogal binnen vandaag. Buenos dias. Hier ben ik dan. Madre de Dios. Eindelijk terug in Weissen Nudel. Magnifico. Wat een heerlijk gevoel. Buenos dias. Bonito señorita Dorothee. Como te va? Met mij gaat alles goed, baronessa. Gracias. Zal ik meneer Max voor u gaan roepen? Oh, si, por favor. Het is zo lang geleden dat ik senior Maats nog gezien heb. Oh, magnifico. Alles is hier nog even mooi als vroeger. No cambios, tutte el mismo. Oh, Maatsie. Oh, Nana. Bonito Maats. Hier ben ik dan. Nana Dolores. Terecht van Berkeley. Oh, Nana, je ziet er nog altijd even betoverend uit als vroeger. Si, ik con el mismo temperamento, no? Op mijn temperament komt geen sleet, Maatsie. Ik blijf jong. Heel jong, Nana. Geweldig jong. Het is alsof ik u gisteren nog gezien heb. Gracias. Dat was un complimento grandioso. Het doet me enorm veel plezier, baronessa, dat gij mij de eer verschaft weer in mijn Hotel Im Weissen Nudel te logeren. We zullen u weer verwennen, baronessa, met de allergrootste luxe. Net zoals vroeger. Gracias, Maxime, gracias. Daarvan ben ik overtuigd. Ik heb in die Weissen Nudel niets dan mooie herinneringen. Oh, de tijd dat gij hier logeerde, Nana, was gewoonweg een onvergetelijke tijd. Ai, Max. Wat hebben wij vroeger toch een pret, ja? Oh. Die tango. Tu recuerda, Max. Oh, sí. Nuestro tango. Onze tango. Magnifico! Maar ik ben helaas niet teruggekomen voor de lunch. Zijt ge op zakenreis? Nou, exact, Maxi, no. Ik moet hier komen. Ik ben verplicht. Verplicht? Er kan er toch niemand verplicht om hier te komen logeren? Peropici, Maxi. Is uw personaal wel vertrouwelijk? Maar Nana, u heeft vroeger toch al ervaren dat ik het meest eerlijke en discrete personeel heb van heel Zwitserland. Hé, Pedro. Mira, Maxi. Ik heb een brief ontvangen. Een chantagebrief. Een chantagebrief? Conservat u kalm, maar Maxi blijft kalm. Aki, lees zelf. Mijn leesbril ligt nog op het bureau. Ik zal die brief al voorlezen, meneer Max. Pero Maxi, en moet je confidentiaal. Het is zeer vertrouwelijk. Mijn privé wordt blootgelegd. Heel bloot. Poederbloot. Poederbloot? Op de foto's ben ik poederbloot. Waar zijn die foto's? In de omslag. Oh, Maxi. Maxi! Dat zijn fotografieën van verleden jaar. Ik zie het. Hoe kunt je dat zien? Ik zie het er nog even jonger dan vroeger. Ik zie het niet, ik dacht het. De fotografieën zijn eigenlijk niet zo slecht, hè? Maar scandaloso, no? Lees nu de brief van Dorothea. maar dit is geen brief. Dit is een partituur. Sì, favoris het una partitura. La musica de Schirri. Op mijn privéfiestas ben ik soms Schirri. Ik zing niet alleen, ik dans ook. En die foto's zijn waarschijnlijk genomen tijdens een van uw optredens. Sì, op de achterkant van de brief, daar staat de explicatie. Aan la baronessa Nana Dolores, alias Cherie. Het is een Nederlandse brief. Sì, è curioso, no? Lees maar verder. De negatieven van bijgevoegde foto's zijn te koop. Kom op 26 oktober naar Im Weissen Nudel en breng 1 miljoen Zwitserse franken. Maar dat is meer dan 25 miljoen Belgische franken. En breng 1 miljoen Zwitserse franken mee. Zo niet, dan worden de foto's over heel de wereld gepubliceerd. Ter plaatse ontvangt u verdere richtlijnen. PS, haal uw zwart geld in Zwitserland maar op. We zullen de politie moeten verwittigen. Oh, no. Por favor, maar zie, la polizia. Además, ik heb het geld daarbij. Hebt ge 1 miljoen Zwitserse franken bij u? Zie. Ze gaat die afdrachtlaat toch niet betalen, zeker? Maxime reputation. Als we nu met z'n allen onze oren en ogen eens open zouden houden, zouden we dan die afdrachtlaat niet kunnen onderscheppen? Gij hebt blijkbaar uw ogen en oren al open gehouden. Dat is een heel goed idee, Marlijnke. De dader zal op de een of andere manier hier het geld moeten komen afhalen. En vermits hij niet weet dat het personeel van de zaak op de hoogte is, zou hij stommiteiten kunnen begaan. Veronderstel dat wij die aftroggelaar ontmaskeren. Hoe bedoel je, Adolf? Zou iemand van de hasten kunnen zijn? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ach, het is muy amabile. Het is lief om mij te helpen oplossen. Maar el dinero, het geld, kan ik dat in de kluis deponeren? Ja, dat zou veiliger zijn, ja. Kom. Het is toch ongelooflijk dat zo'n klein hoopje papier zoveel waarde heeft. Daar zou ik heel mijn hotel van kunnen vernieuwen. Ik krijg toch een formula, no? Papier. Als bewijs van afgifte. Jazeker, baronessa. Nana, die kerel heeft niet geweten waaraan hij begonnen is. Kun je ook eens zien, Maxi? Jawel, maar Jana geeft hij 1 miljoen Zwitserse franken en ik ben blut. Maar die heeft het geld nog niet, Nana. Mijn personeel en ik zullen ons beste beentje voortzetten. Ramos, het is te hoop dat ze beste beentje hebt. En de hij die van Marlijnke al eens bezien? Alsjeblieft, baronessa. Een ondertekend bewijs dat u 1 miljoen Zwitserse franken in onze kluis hebt gedeponeerd. En nu wenst baronessa waarschijnlijk wel een beetje rust na al die emoties. Als Marlijnke tenminste haar beste beentjes voor onder haar gat heeft gelopen, zou uw suite nu in orde moeten zijn. Grazie, Dorothee. Zie, ik heb een poco rust nodig. Kom, baronessa, ik zal u naar de suite begeleiden.